Goedemiddag en welkom bij alweer de vierde aflevering van SMWNL Social Hour. En vandaag is niemand minder dan Maartje Blijleven van We Love Communities, mijn gast. Yay! Maartje, welkom. Dankjewel. Het was een mooie week voor jou, want 10 jaar Facebookgroepen. 10 jaar Facebookgroepen, ja. Dus dat is echt wel een mijlpaal. Ook wel heel tof dat we echt met tienduizenden mensen van over de hele wereld live gingen kijken wat de nieuwe features waren in de groepen. Waar het er allemaal aankomt en hoe belangrijk het is voor Facebook. Dus ja. Zeker. Ja. Nou ja, we hebben jou uitgenodigd om ons vandaag alles te vertellen over Facebookgroepen en yes. Communities. En vooral ook hoe de media daar ook echt wel kansen in laat liggen. Dus ik hoop dat iedereen in Amsterdam en Hilversum meekijkt vandaag. Je hebt een presentatie voor ons voorbereid. Ja. En die ga ik heel vaak onderbreken met vragen. Ik heb hier zelf ook een directe lijn waarmee mensen via de livestream vragen kunnen stellen. Dus mocht je vragen hebben voor Maartje of voor mij, stel ze vooral via de livestream applicatie. En als het alleen hele goede vragen, die zet ik door naar Maartje. Ik zou zeggen, take it away. Yes. Top. Nou, het is even een andere setting dan vorig jaar natuurlijk. Dat je met een hele grote zaal zit. En ik vind het ook wel leuk om een keer zo in een intieme setting te zitten. Dus nogmaals, dankjewel voor de uitnodiging. En we gaan het inderdaad vandaag hebben over Facebookgroepen. Die 10 jaar bestaan. En veel voorbeelden laten zien van wat de media nu eigenlijk niet met Facebookgroepen doet. En wel met pagina's en wat het verschil is. En ik denk wel leuk om te weten, de laatste cijfers heb ik even opgevraagd. En op dit moment zijn er 8 miljoen Nederlanders lid van een actieve Facebookgroep. Dus ook iedereens doelgroep. Dus ik denk daarom ook extra relevant voor de media. Ja, ik denk dat dat wel echt een takeaway is. Dat ook jouw doelgroep zit op Facebook en maakt gebruik van groepen. Yes. Je hebt een direct lijntje met Facebook, hè? Dus dat is, daar zijn vele bureaus jaloers op. Ja, klopt. Ik werk best wel veel met Facebook samen. Facebook Benelux en ook met EMEA. Dus ik heb net voor de lockdown nog een speech gegeven samen met Facebook in Tel Aviv. Echt heel tof. Ja, ik zag het voorbij komen. Allemaal mooie dingen op het programma. Maar ja, helaas gingen we de lockdown in. Maar morgen hebben we wel weer een leuke dag met video-opnames en zo. Dus we werken wel veel samen. Ja. Ziet Facebook daar ook het aantal leden van groepen stijgen door die lockdown? Of kunnen ze er zijn heel veel wel gave initiatieven ook bijgekomen van mensen die elkaar juist helpen in coronatijd. En dat gaat van groepen die ouderen helpen met boodschappen doen, tot inzamelingsacties, om de voedselbanken nog steeds van eten te voorzien. En er zijn enorm veel ook groepen bijgekomen. Ook een hele toffe groep zag ik zelf, View for My Window. Mm-hmm. Heeft een dame uit Amsterdam is die begonnen. Want ja, je zit allemaal thuis en wat zie je dan precies? Ja. Nou, echt. Ik weet niet waar de teller nu op staat, maar meer dan 100.000 mensen van over de hele wereld zitten in die groep. En die delen dus hun View from My Window. Dat is supergaaf. Echt te gek om, ja. Om toch een beetje een wereldreis te maken terwijl je allemaal op je eigen kamertje zit. Nice. En misschien wel leuk, ik heb een filmpje klaarstaan die Facebook dus zelf ook tijdens de livestream heeft laten zien. Van ja, wat is nou eigenlijk een Facebookgroep? Gewoon een beetje leuk, snappy filmpje. Zullen we die even instarten? Lijkt me een geweldige intro. Hoop ik dat dat allemaal goed gaat. Even kijken. Je kan gewoon op de rechter pijltje. Doet hij het dan? Yes. We'll be right back.
Nice. 1,8 biljoen. Ja. Dat is een miljard in het Nederlands. Bizar. Ja. Bizar, ja. Nou ja, het is ook wel logisch als je kijkt naar... Oké, we zitten allemaal thuis en je wilt toch connecten. Ik heb ook eigenlijk wat slides. Ik zal anders wel dat we wat beeld hebben achter jou. Wat je ziet is wat heel veel mensen niet weten... en dus ook media niet weet, is dat... online communities en dan in dit geval Facebookgroepen het grote geheim zijn achter de goede succes van veel bedrijven en social movements. Omdat je juist bottom-up het verschil kan maken. Het is super makkelijk om een Facebookgroep te starten. Want 10 miljoen Nederlanders zitten op Facebook. 8 miljoen zijn al lid van een actieve groep. Dus al die mensen weten al hoe het werkt. En daardoor maakt het dus een stuk makkelijker om zo'n community te beginnen... in plaats van dat je dat op een ander platform doet. Ja, ik denk dat het nu eigenlijk heel relevant is... als je kijkt naar eenzaamheid. Willem-Alexander, koning Willem-Alexander zei het ook al in zijn speech... helemaal aan het begin van de lockdown in maart. Ja, we hebben het coronavirus, maar ook het eenzaamheidsvirus. En we moeten elkaar echt een beetje in de gaten houden. En nu we allemaal zien van, het duurt allemaal toch wel wat langer dan we hadden gehoopt. En je dus echt ook thuis moet werken, tenzij het niet anders kan. Ja, ik weet, jij woont samen met je gezin. Ik woon samen met je gezin. Maar er zijn ook heel veel mensen die alleen wonen. Ja, en dan kan een dag toch wel heel erg lang duren. En als je dan lid bent van een groep of je start er zelf een op... dan is het toch een beetje leuker. Ja, dat is dus, mooi. Ook veel... want bedrijven zijn van nature eigenlijk meer geneigd... om dan maar LinkedIn-groep te starten. Want dat is toch een platform waar we zakelijk actief zijn. Maar volgens mij is dat echt een beetje een achterhaald principe, toch? Ja, nou ja, wat je ziet is... we gaan lekker door elkaar, want jij stelt me allemaal vragen... en dat is helemaal oké. Ik ben all into flexibiliteit. Maar wat je ziet is dat Facebook heeft in 2017 zijn missie aangepast... en richt zich dus echt op het faciliteren van communities. Op bij elkaar brengen van communities. Dus de groepen in Facebook hebben ontzettend veel development power achter zich. Er zitten heel veel programmeurs die dus werken aan het verbeteren van die groepen. Ik ga straks een paar leuke nieuwe viertjes laten zien voor mensen die dat leuk vinden. En daar zit dus veel meer eigenlijk kracht achter qua ontwikkelingen dan de LinkedIn-groepen. Dus ja... Natuurlijk, wat je LinkedIn zelf, ze noemen zichzelf de grootste business community van Nederland, in Nederland. Dus het is zeker interessant. Alleen de groepen daar hebben gewoon veel minder functionaliteiten. Ja. En daarom kiezen er toch heel erg veel mensen ervoor om een Facebookgroep te starten, ook professionals. Ja, dus, helder. Ik heb zelf ook een aantal professionele Facebookgroepen die zich richten op professionals. En die zitten dus op Facebook en niet op LinkedIn om die reden. Je kan er zo ontzettend veel mee. Ja, en iedereen zit ook continu op Facebook. En de content in een Facebookgroep komt ook naar jou toe... in plaats van dat je daarheen moet om alle updates te krijgen. Dus dat, dat is precies. Dat is gewoon heel erg fijn. En ik merk zelf dat er ook een shift is. Mm-hmm. We hebben straks ook nog wat voorbeelden van hoe media daarmee omgaat. Voorheen was het belangrijk om een businesspagina te hebben. En nu zie je dat er echt wel een verschuiving is naar de groepen. En ook als je kijkt naar gebruik, er zijn gewoon heel veel mensen die in een groep zitten. Omdat je daar zelf ook veel kan delen. Dus het is veel meer samen dingen delen, met elkaar dingen doen, van elkaar leren, mooie inzichten krijgen, ergens bij horen. Yeah. In plaats van dat je kijkt wat anderen doen en dat je daarop reageert. Dus het is ook veel interactiever. En ik denk dat dat ook wel tof is. We zijn nu allemaal wereldburgers geworden. Nu vliegen we even wat minder, maar normaal gesproken wel. Iedereen heeft zijn mobiele telefoon of zijn laptopje. Wifi is overal, social media is overal. Dus we willen wel heel graag als mensen ergens bij horen. En we kunnen dus zelf ook bepalen bij welke groepen we bij horen. Want die behoefte om ergens bij te horen, die blijft wel. En vroeger was het zo dat in het geval van... misschien niet mijn ouders, maar mijn grootouders... Ja, dan ging je gewoon, je woonde in een dorp, er was natuurlijk geen internet, geen social media. Je ging naar de kerk en daar ontmoet je elkaar en dat was je community en daar hoorde je dus automatisch bij. Maar nu, omdat we allemaal wereldburgers zijn geworden en altijd connected zijn, bepalen we zelf waar we bij willen horen, want die behoefte die blijft wel. En daarom zie je dus dat Facebookgroepen in dit geval gewoon ontzettend goed werken. En alleen maar meer versterkt door de situatie dat we met z'n allen thuis zitten. Ja,
dat. En het heeft ook te maken met vertrouwen. Mm. Dus nou ja, als je ook naar jezelf kijkt, als je een nieuwe motor of een auto wil kopen, of een Mustang. Ik hoorde jou, jij werd net geïnterviewd door de radio, dat je zei, ja, ik zit ook in een groep met liefhebbers van Mustangs. Ja, je wil liever iets horen van andere liefhebbers. Want dan geloof je het eerder dan dat je dat ergens leest. En ik heb even wat... Ik probeer lekker gewoon even een beetje on track te blijven. Maar ik heb ook even wat cijfers gekeken. En het CBS zegt bijvoorbeeld dat we elkaar dus meer vertrouwen. 62% dan politiek, 41% en de media, 36%. Dus we vertrouwen de politiek meer dan de media? Blijkbaar, volgens het CBS. Oké. Nou ja, dat zijn in ieder geval de laatste cijfers die ik uit het onderzoek heb gehaald. Uh-huh. En het interessante daarin is dat het dus ook heel slim is als media om communities in te zetten om relevant te zijn. En dus enerzijds denk je, oh, maar we vertrouwen elkaar meer. Nou ja, ik denk dat het ook logisch is. Als jij een reclame ziet in de media, is het natuurlijk breed. Als je een reclame ziet in de media, dat bedoel ik daar ook mee. Voor een nieuw product, een auto of een motor of een vakantie of wat dan ook. Dan ga je toch ook even in je eigen kring checken van, hey, is dat nou wel een slimme zet? Of is dat wel iets voor mij persoonlijk? En ja, voor ons als persoon is dat heel normaal. Dus als professional eigenlijk ook. En ik denk dat het ook helemaal niet zo erg is dat deze cijfers zo zijn. Want het is ook alweer een kans dat als je dus zegt, hey, als branche kun je dus ook heel goed kijken wat er speelt in communities. En juist de feedback door het gesprek aan te gaan, de feedback weer te gebruiken. Om zelf weer betere uitzendingen te maken. Of zeker, beter dingen te schrijven. Of radio te maken. Dus ik denk dat het alleen maar heel interessant is om ook op die trend in te spelen. Gaaf. Ja. Kansen. Kansen, ja. Nou ja, het gaat uiteindelijk allemaal om verbinden. Dus hoe we samen ook nu aan tafel zitten, dat je het gesprek aangaat, dat je relevante voorbeelden noemt. We zijn allemaal mensen. En zeker nu we allemaal thuis zitten, ja, is die behoefte er gewoon heel erg. Ja, dus vandaar. Heb je nog vragen? Dan ga ik lekker verder. Dus ja, ze zijn niet echt nieuw. Het is echt best wel een beetje raar om een presentatie te geven. Het is een beetje wennen. Normaal gesproken staat Maartje op een podium. Ja. En komen er vragen uit de zaal. En nu is het Of ik doe gewoon mijn verhaal en dan komen daarna vragen. Maar jij gewoon lekker je verhaal? Nee, kom maar door met die vragen. En ik onderbreek je wel of ik geef je een seintje als er vragen binnenkomen. Doe dat. Komen er vragen? Zijn er vragen binnengekomen? Ik zou graag horen van de regie of dit gebeuren werkt. Want ik heb join@slido.com en voor de rest krijg ik geen vragen binnen. Vooralsnog niet. Dus zul je het met mijn vragen moeten doen? Nou, kom maar door. Ja. Nou ja, wat misschien wel leuk is om te weten. Communities zijn natuurlijk helemaal niet nieuw. Ze bestaan al heel lang, online ook. De Facebookgroepen bestaan al 10 jaar... Dus het is niet iets nieuws wat ik hier vertel, maar het is wel iets urgents. Ja. Dus ik denk dat vooral goed is om even mee te geven, ook voor de media. Als je kijkt, ja, waarom zou ik als media nou een community in moeten zetten of een Facebookgroep in moeten zetten, is vanwege de relevantie. Dus dat je... Praat jij lekker door? Ja, zou ik gewoon... Oké. Ja. Dus wat je ziet is als je relevant wil zijn nu in deze snel veranderende wereld, als je echte verhalen wil horen van echte mensen en dat ook wil delen met de rest van de wereld, dan is het gewoon heel fijn om online communities en dus ook Facebookgroepen in te zetten. Heb je voorbeelden van communities die het heel goed doen of juist echt helemaal niet goed doen vanuit de media? Ja, ik heb wel een paar voorbeelden. Ja. Zal ik die eens even erbij pakken? Ja, lijkt me goed. Dus ik heb eigenlijk even gekeken. Samen met Jasmin, dus, die bij jou natuurlijk werkt, super fijn. Die heeft me geholpen van wat zien we nou eigenlijk gebeuren op Facebook? Omdat het natuurlijk over Facebook gaat in dit geval. Wat zien we nou eigenlijk gebeuren in het gebruik van media door de media zelf? Nou kan ik natuurlijk niet naast de redacteur gaan zitten en precies zien wat hij of zij doet. Maar wel gewoon wat zie je nou als burger of als kijker of luisteraar of lezer, wat de media doet. En ik zie eigenlijk 3 trends die ik graag wilde bespreken.
Het ene is wat je ziet, is dat veel media, ik ga zo wat voorbeelden laten zien, wel een Facebook-pagina hebben, maar geen groep. En dat is de interactie mist. En, dat is denk ik ook wel het verschil tussen een groep en een pagina, is dat je in een groep echt je community ook echt laat posten. Terwijl bij een Facebook-pagina is het eigenlijk gewoon zenden en hopen dat je community daar dan op reageert. Exact. Dus ja, wat ik meestal als metafoor gebruik is... Amsterdam. In Amsterdam heb je de 9 straatjes. Dat kennen de meeste mensen wel. En als je daar loopt, dan zie je gewoon hele leuke etalages. En soms zie je een etalage dat je denkt... hé, hier ga ik even stilstaan. Volgens mij is het wel iets voor mij. Ja. En hoe zie je dat? Gewoon door een aantal... stel je voor dat het een kledingboutique is of schoenen. Mm-hmm. Denk je, oh, die schoenen, dat is wel een beetje mijn stijl. Of die brillen of wat dan ook. Hey, ik ga eens even kijken. Oh, ze hebben net of wel of niet een aanbieding. Dat is eigenlijk de etalage. En wat ik altijd probeer mijn studenten zeg maar uit te leggen... Mm-hmm. is vergelijk je Facebookpagina met een etalage. Dus je kan daar zien wat is hier te koop. Welke programma's bieden we aan? Welke radio... programma's of tv of magazines of wat dan ook. Dat is eigenlijk de etalage. En daar kan je dus op reageren. Je kan zeggen of je het wel of niet leuk vindt. Maar je gaat zelf niet de etalage veranderen. Nee. Je doet daar verder. Je gaat ook geen gesprekken met een paspop voeren of zo. Dus dat is echt je Facebookpagina. Daar kan je het mee vergelijken. En die is wel belangrijk, ook als je wil adverteren. Dus het is niet zo dat ik zeg, hey, het is niet belangrijk. Het is wel belangrijk, maar het is gewoon niet functioneel als groep. Nou, als je dan denkt van, hey, dit is wel mijn stijl... en ze hebben misschien net een leuke aanbieding... of dit lijkt wel of mijn mensen daarin zitten... dan ga je die winkel ook binnen. Nou, dan moet je voorstellen dat het een boutiqueje is... en dat de eigenaresse zegt, hey, Maarten, wil je een kopje koffie? En gewoon leuke schoenen. Nou, we hebben toevallig ook deze schoenen. Misschien is het iets voor jou of je kan daar en daar mee combineren. En je gaat het gesprek aan. En je gaat naar de paskamer en er zijn nog wat andere mensen. En daar kom je ook een leuk gesprek mee... ook over diezelfde schoenen of kleding of wat dan ook. En... dat voelt goed. Dat is helemaal een wereld waar jij je fijn mm-hmm. in voelt. En dat is eigenlijk een functie van een groep. Dus dat je een digitale winkel of een digitale woonkamer hebt. Een plek waar je gewoon lekker het gesprek over hetgene aan kan gaan wat jou interesseert. Hè? En dan ook echt met gelijkgestemden. Want iedereen in die groep is daar omdat je toevallig dezelfde interesses hebt. Ja, precies. En dat is gewoon... je zei net al heel erg goed. Je zit dan lekker in je eigen bubbel, in je eigen wereld. Je voelt je daar fijn. Ja. En je kunt elkaar ook helpen. Want als groep help je elkaar ook naar het volgende niveau. Hè, als het gaat om een bepaalde motor of een auto. En ik ben helemaal weg van minis dan bijvoorbeeld. Ja. Als er iets is met mijn mini, dan wil ik liever even aan andere vragen in die groep. Hoe heb jij dat ook? Of wat vind je hiervan? Heb je nog tips? Of waar zou ik heen gaan? En dat heb ik liever dan dat ik naar een mini-dealer ga, want die wil mij iets verkopen. En ik wil gewoon van anderen horen van, hey, hoe werkt dat? Dat is helemaal mijn bubbel, mijn wereld. En dat geldt eigenlijk voor alles wat je leuk vindt. Dus, maar voor die mini-dealer dan juist super relevant om zo'n groep te faciliteren. Of daar in ieder geval wel ook aanwezig te zijn. Ja. Ja, zeker. Want dan weet je wat er speelt. En dan weet je vervolgens hoe jij daar dan weer goed op in kan spelen met al je communicatie. En dat is natuurlijk interessant. Want als jij weet dat nu mensen overwegen, ik zeg maar even iets om winterbanden alvast erop te doen, want mm-hmm. het is slecht weer. Nou, dan kan jij dat dus weer in je communicatie gebruiken. Dus in die zin is het interessant. Helder. Denk ik. En wat ik al zei, net een beetje een voorproefje. Facebook heeft zijn missie dus aangepast. Dus niet even een strategie, maar gewoon echt bestaansrecht. Mm-hmm. Faciliteren van communities. En daardoor komen communities ook veel meer in de tijdlijn van anderen. En zien mensen het ook meer. Dus in die zin is het niet alleen interessant voor de echte oprechte verbindingen. Voor de gesprekken. Voor rondom bijvoorbeeld een tv-programma. Of iets wat speelt. Mm-hmm. Een thema. Maatschappelijk thema. Maar het heeft ook meer... interactie en meer reacties. Dus het wordt door het algoritme van Facebook ook bevoordeeld? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb een voorbeeldje. Laat ik even laten zien dat het inderdaad zo werkt. Ja. Hè? Dat het niet dat ik maar iets verzin. Dus ik heb gisteren exact hetzelfde bericht gepost op mijn pagina en in mijn groep. En je ziet links, en ik heb natuurlijk, we gaan zo meteen mediapagina's zien. Daar gaat het over 100.000 mensen. Dit zijn hele kleine aantallen. Omdat mijn groep ben ik een maand geleden begonnen en mijn pagina
Dat is mijn etalage, dat doe ik er niet mee. Maar het gaat even om een principe. Als je kijkt, links zie je mijn pagina. Mm-hmm. En dan zie je dus dat, laten we even zeggen, 1100 mensen het leuk vinden. En van die 1100 mensen hebben maar 3 mensen het eigenlijk geliked of geklikt op ik wil meer bekijken. Yeah. Terwijl in mijn groep heb ik de helft van het aantal mensen. Dus 56. En echt veel meer keer, 6 keer zoveel reacties. En likes, zeg maar. Yeah. En het interessante daarin is dat je dat dus als media ook kan inzetten. En dat dus gewoon nog heel weinig gebeurt. Dus daardoor zeg ik, ja, de media laat gewoon kansen liggen. Ik heb even wat voorbeelden erbij gepakt van pagina's. Mm-hmm. Is dat je kijkt van, oké, wat is nou het verschil tussen een pagina en een groep? Nou, dit is een pagina van de NPO. 120.000 mensen vinden dat leuk. Dat is echt huge. Je hebt in ieder geval aangegeven dat ze het leuk vinden. Ja, dus dat is top. Ja. Maar als je nou kijkt wat er gebeurt met het laatste bericht, dat 17 uur geleden is geplaatst. Daar hebben 10 mensen hebben dat geliked en 2 mensen hebben commentaar geleverd. Dat is echt niks. Dat is zeker niet op die aantallen. Nee. Nee. En dat komt omdat dus de groepen voorrang krijgen in het algoritme. En dat is natuurlijk dan een gemiste kans. Want als je vervolgens gaat kijken naar groepen, ja, gebeurt daar gewoon helemaal niet zo heel veel. Er zitten in vergelijking met, hoeveel was het nou? 120.000 mensen op de pagina. Zitten er 287 mensen in een groep. Dus dan denk ik, nou, stop daar wat meer liefde en aandacht in. Want daar kan juist echte mensen bereiken, het gesprek aangaan. En al die inzichten kan je weer meenemen in hetgeen wat je maakt. Is dat dan gewoon gebrek aan kennis? Of... Nou, ja, ik denk, ik denk dat het een combinatie is van de media wil natuurlijk meestal zo graag zoveel mogelijk bereik. Mm-hmm. Want meer bereik is meestal ook meer advertentieinkomsten. Dus dat is het businessmodel. Dus ik vind het ook logisch. Mm-hmm. En ik denk onbekend maakt onbemind. Veel kleinere ondernemers en veel liefhebbers die een bepaalde hobby leuk vinden, die weten de Facebookgroep te vinden. Dus niet voor niks. 8 miljoen mensen. Yeah. Maar ik denk dat de meer traditionele media, ja, daar echt nog wel wat van kan leren. Nou ja, ik denk ook wel dat, kijk, op een gegeven moment ging natuurlijk het bericht de ronde dat jongeren en masse Facebook verlieten. Ja. Nou, ik denk dat 8 miljoen leden van Facebookgroepen het tegendeel bewijzen. Volgens mij valt het überhaupt wel mee, hoor. Ik wel mee. Geloof wel dat jongeren actiever zijn op Instagram en op Snapchat en op TikTok. Maar dat ze wel degelijk ook nog actief zijn op Facebook. Alleen veel meer inderdaad juist binnen groepen. Ja. Dan dat ze reageren op pagina's en op vriendenberichten. Nou ja, dat kun je ook, klopt. En dat kun je ook zien in eens het jaar is er ook een groot social media trendonderzoek. Ja. Komt in januari uit, altijd. Dus daar zie je dat gewoon nog steeds heel veel mensen op Facebook zitten. Daarbij maken we natuurlijk niet alleen maar media voor jongeren, maar juist eigenlijk van maar mensen. Maar dat is de fout die veel bedrijven en organisaties wel maken. Ja. Want je moet de jongeren bereiken, want dan bereik je iedereen. Terwijl dat de massa zit hem veel meer boven de 30 dan daaronder. En die zitten wel op Facebook. Ja. Ja. 10 miljoen Nederlanders zitten op Facebook grofweg, waarvan 8 miljoen dus actief lid zijn van een actieve Facebookgroep. Dus dat zijn wel serieuze cijfers. Zullen we nog wat andere pagina's? Ja, leuk. Ja. En dit is niet om flauw te doen, maar dit is echt om te inspireren, om te kijken van, hey, hoe kan het nou? Wat zijn er nou voor trends? En hoe kan het nou dat eigenlijk er helemaal niet zoveel met groepen gedaan wordt? Wat ik niet mee kon nemen is geheime groepen die niet vindbaar zijn. Want die kan ik gewoon niet zien. Of een groep rondom een specifiek tv-programma. Ik weet dat die er ook zijn. Yeah. Maar ik heb nu echt gekeken naar de media zelf. Dus je zoekt gewoon in dit geval op VPRO. Nou, dan kom je op een pagina ook weer mega veel bereiken. 152.000 mensen vinden het leuk. En meer dan 200.000 mensen volgen de pagina. Nou, ook daarbij zie je, het laatste bericht heeft 5 likes gehad. Mm-hmm. Het bericht daarvoor, dat was ook wel een grappig filmpje, wel iets meer. Maar toch staat het nog steeds niet in verhouding met als je kijkt, ja, hoeveel mensen zo'n pagina dan volgen en wat er nou precies gebeurt. Ja, dat is natuurlijk bizar dat je zulke aantallen, valt er ook wel wat voor te zeggen dat Facebook ook die pagina's wel iets meer ruimte in de tijdlijn zou mogen geven natuurlijk. Want als je zoveel mensen hebt die aangegeven hebben dat ze iets leuk vinden en je krijgt op een bericht dit aantal, omdat je niet adverteert of wat dan ook, dat is natuurlijk echt angstvallig weinig. Ja, is echt weinig. Ja. Ja.
Dus tijd voor groepen. Nou ja, als je dan kijkt naar Facebook groepen van VPRO, en ze hebben wel een boekenclub. Mm-hmm. Verder, nou ja, dit is wat ik tegenkwam. Dus dat, daar gebeurt ook niet heel erg veel. Hetzelfde geldt voor KRO en NCRV. Ook meer dan 100.000 volgers en mensen die de pagina leuk vinden. Maar ja, laatste bericht, 273 comments en 83 likes en smileys. Wat kan je zeggen over de frequentie van die berichten op die pagina? Is dat gewoon dagelijk iets? Is dat inmiddels wel goed geregeld? Dat verschilt wel. Ja. Sommigen die zijn heel... dat is ook een goede vraag. Sommigen zijn heel consequent. Ja. En als je dus consequent bent in het delen van berichten... Dat favoreert het algoritme. Ja, dat is fijn. Want zeker als mensen daarop reageren, dan is het relevant. Kijk, het algoritme is... De enige reden waarom het algoritme er is, is relevante berichten tonen aan de mensen. Ja. En dat kun je wel stimuleren door echt met regelmaat dingen te delen. En de een doet dat heel goed. Maar we hebben ook een aantal accounts gezien dat er gewoon weken niks gebeurt. Ja, ja. En dan gaat het niet zo goed. Zeg is maar. Ook wel een beetje traditionele media eigen. Hè? Van zenden. En dat is natuurlijk wel feitelijk wat er op een Facebookpagina gebeurt. Ja. Terwijl, als ik dan even naar de VPRO kijk, ik denk dat een van de meest succesvolle VPRO-programma's, of in ieder geval kinderprogramma's ooit was, Achterwerk in de Kast. Ja, mm-hmm. Dat is waar de kinderen de content maken. Dus ja. Ja, daar liggen gewoon zoveel kansen. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Long time ago. Jaloers op die kids die wel in de kast mochten. Ja, was leuk inderdaad. Nou ja, hetzelfde. Eigenlijk zie je het eigenlijk overal. Ik heb nog wat voorbeelden, ik kan er ook wat sneller doorheen gaan. Hier ook, Omroep Max. Weet je, ook meer dan 50.000. Maar als je dan naar het laatste bericht kijkt, ja, 38 reacties. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. Ze hebben wel ook een groep, maar ja, minder dan 1.000. Dus dat is ook echt wel een kleine groep. En 2 berichten per dag betekent ook dat er niet heel veel gebeurt. Kijk, mij gaat het ook niet om dat de groepen opeens mega groot moeten zijn. Mm-hmm. Juist kleine groepen kun je ook heel fijn interactie hebben. Kan het veilig voelen, waar we het eerder over hebben gehad. Vertrouwd. Kun je ook echt die inzichten eruit halen. Maar dan moet er wel veel activiteit zijn. Ja. Dus dat is ook iets wat ik mensen ook altijd aanraad. Als je een groep begint, laat niet iedereen toe. Nee, heb je ook adviezen om zo'n... Want zo'n groep is er niet van de een op de andere dag. Ik bedoel, veel groepen worden door liefhebbers gestart. Maar als je nou stelde, je bent een omroep... En je wil graag een groep starten, maar je hebt echt geen idee hoe. En je hebt de stagiair gevraagd en die weet het eigenlijk ook niet. Hoe zou zo'n omroep dat aan moeten pakken? Ik denk dat er zijn gewoon stappenplannen. Dus ik heb een stappenplan ontwikkeld toen ik mijn boek schreef. Ja. Die vorig jaar uit is gekomen. En dat heb ik niet zelf bedacht. Natuurlijk wel zelf bedacht. Maar daar heb ik heel veel mensen voor geïnterviewd. En er blijkt toch wel een bepaalde voorgorde te zijn in welke stappen je neemt. Dus stap 1 is even pas op de plaats en gaan onderzoeken. Hey, waar staan wij nou precies voor? Mm-hmm. Hoe zit de wereld in elkaar? Wat zijn er voor andere groepen? Wat kunnen we daarvan leren? Wat kan je als meerwaarde bieden? En is het überhaupt slim om een eigen groep te starten? Ja. Of... kan je beter meeliften op een bestaande groep, omdat daar je doelgroep zit. Ja, dus... wij doen dat nu voor een van onze klanten. Daar is gewoon een hele actieve, goede groep. En dat voelt eigenlijk als een rotstreek als wij daar nu een groep naast gaan beginnen. Dus daar proberen we ook echt gewoon deel te nemen aan die groep. En op zo'n manier daar meerwaarde uit te halen. Ja, dat is ook slim. Gewoon samenwerkingen aangaan. Dat is ook een nieuw feature. Ja? Oh, nice. Ja, dat is echt wel tof. Ik vind het in ieder geval wel tof. Kom maar door met die features. We hebben nog een kwartier, dus volgens mij moeten we... Ja, ik ga gewoon even lekker... dit zijn eigenlijk allemaal... Je ziet gewoon eigenlijk allemaal dezelfde trend. Mm-hmm. Nou ja, wat ook opvalt, een tweede wat opvalt... waarvan ik denk, er blijven toch wel kansen liggen... is dat er toch onvoldoende activiteit is in bepaalde social movements. Mm-hmm. Dus dat redacties daar toch wel wat beter bij aan kunnen sluiten. Een goed voorbeeld daarvan is... op 1 juni hadden we natuurlijk een heel druk demonstratie op de Dam. Yeah. En niemand zag het aankomen. Terwijl, ik zit in een aantal groepen. Dit bericht werd massaal gedeeld. Dus ik denk, volgens mij...
hadden we dat prima kunnen weten. Ja, jullie zitten, als je maar in de relevante groepen zit. Je bent oprichter van een diversiteitsgroep op Facebook. Hè? Ja. Dus dat lijkt me alleen al voor een redactie van publieke programma's uitermate nuttig om daar lid van te worden. Want ook op het gebied van diversiteit zie je natuurlijk altijd dezelfde kop aan tafel. Nou, kijk, maar wat er op deze slide zit, exact wat ik zeg is denk dat het ook goed is om in relevante groepen te zitten, om juist een keer een ander verhaal te vertellen en niet de usual suspects. Mm-hmm. En het is wel, er is wel meer bewustwording gekomen, zeker dit jaar. Yeah. Het is trouwens Diversity Week deze week. En, we zitten dan als twee roomblanke Nederlanders hier aan tafel. Ja. Dus dat, je ziet ook dat wel, er is wel meer bewustwording. Dus dat is denk ik wel goed. Ja, deze quote ook, divers is niet per se inclusief. Nee. Daar kunnen we heel lang over hebben. Maar maar dit is gewoon een feit. Mm-hmm. En het punt is je kan gewoon zeggen, ze zijn er niet. Mm-hmm. Maar gelukkig, en dan ga ik nu wat kan je wel doen. Zijn er ook gewoon genoeg mogelijkheden om daar wel iets aan te doen? Dus ik denk echt dat online communities echt nodig zijn om relevant te zijn en te blijven. En om ook mensen van all walks of lives aan je te binden als media. En om te beginnen, wat kan je dan doen qua Facebookgroepen? Wat je eigenlijk ook een beetje vroeg, hoe kun je dat dan slim inzetten als media? En er zijn eigenlijk meerdere dingen die je kan doen. Je kan, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, zelf een Facebookgroep beginnen. Naast je pagina met relevante mensen. Leuk voorbeeld voor relevante inzichten, En om een fanbase met mensen die bij jou passen, te faciliteren, om het zo maar te zeggen. Leuk voorbeeld van RTV Noord. Links zie je ziet hun website en ze hebben ook echt daar de Facebookgroepen op staan. Oh, wat goed. Ik heb geprobeerd om van één lid te worden, maar als Amsterdamse werkt het toch niet helemaal als je van Groningen lid te worden. Want je moet zeggen, oké, waar woon je? Ja, ik woon niet in Groningen. Maar wat wel heel tof is, ik zei al dat een van de trends is, helaas wel eenzaamheid. Mm-hmm. Nou, zij hebben echt gekeken naar wat speelt er in de groepen. En rechts zie je dus een mooi item over een dame die zich eenzaam voelde. En ze hebben dat verhaal dus ontdekt, omdat ze die groep hebben. Dus je hebt er echt toffe verhalen en die kun je vervolgens weer in de media delen met anderen. En supergoed ook dat ze dus op hun website laten zien dat ze die groepen hebben. Want dat we inmiddels laten we ook op websites zien, social media kanalen waar we eigenlijk helemaal niet meer actief zijn, maar ze staan er wel, die knoppen. Ja. Dus ook wel belangrijk dat je dan ook wel, als je een groep hebt of als je betrokken bent bij een groep, dat je dat laat zien op de kanalen waar mensen toch iets over je willen lezen. Precies, en dan heb je dus echt een fanbase die ook leuk vindt om te helpen en om mee te kijken. En je ziet, deze groepen zijn helemaal niet super groot. Dat hoeft ook niet. Maar ze zijn wel heel erg actief. En daar extreem relevant. Ja, en extreem relevant. Ook voor toffe verhalen die je anders niet had kunnen vertellen. In dit geval van een oudere dame die eenzaam is. Ja, hoe vind je die? Die zit namelijk alleen thuis. Weet je? Ja. Dus op die manier kun je dus relevant zijn. Nou ja, wat ook kan is kijken van, goh, wat zijn nou de thema's waar ik het als redacteur of journalist meestal over heb? Iedereen heeft wel zijn expertise. En gaan kijken welke groepen zijn er al. En hoe kan ik daar nou extra de pareltjes uithalen, de leuke verhalen vertellen. Om die manier ook dat weer delen. Want mensen vinden het ook gewoon heel fijn om verhalen te lezen en te horen en te zien. Nou ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er een niertransplantatie door Facebook is mogelijk gemaakt. Nee, dat is ook wel weer een verhaal wat wel tof is om te delen natuurlijk. En als, denk ik, als redacteur dan ook zichtbaar zijn in die groepen, zodat je ook benaderbaar bent. Want het is veel moeilijker om zelf alles te vinden. Terwijl als jij om je expertise bekend staat, dan dat je, als je ook benaderbaar bent door mensen die daar interessante content voor hebben, dat natuurlijk ook je leven een stuk makkelijker maakt. Zeker, en dat sluit dan ook weer mooi aan bij een feature die ik zo ga zien. Want je kunt dus per groep ook je profiel aanpassen. Dat is een nieuwe feature. Okay. Ja, is echt wel tof. En dan kun je dus juist ook laten zien van, ik ben op zoek naar die verhalen. En dat is per groep dan ook weer anders. Dus in die zin is het ook wel interessant, denk ik. Nou ja, nog een voorbeeld. Als je weet, ik zei net, het is nu Diversity Week. Er is elke dag wel een dag van. Een dag van de leraar, een dag van de kinderboeken, et cetera. Ook een dag van Internationale Bierdag. Nou ja, dan kan je ook denk als redacteur, waar gaan we het nu over hebben? Of je gaat kijken, welke Facebookgroepen zijn er?
wie is daar de community leider van? En dan ga ik die vragen aan leuke tips en tricks over in dit geval bier. Facebook heeft dat echt briljant gedaan met hun stadsgids in Rotterdam. Ja, hè? Die is echt heel tof. Ja, Facebook heeft... We hebben nog 10 minuten, dus ik moet zorgen dat ik niet te veel uitloop. Maar Facebook heeft inderdaad Rotterdam allemaal community leiders eigenlijk. Mensen die communities hebben opgezet, populaire communities benaderd... om voor hun eigenlijk een stadsgids te schrijven. Volgens mij was dat de eerste... in de wereld, dat ze dat zo hebben aangepakt. In ieder geval van Nederland. En ik kwam echt, ik zit echt midden in de Facebookgroepen in Rotterdam, maar ik kwam echt pareltjes tegen waar ik nog nooit van gehoord had. Te gek. Super tof dat ze dat gewoon echt direct met de communities oprichters hebben gedaan. Ja. En dat vervolgens ook weer offline zichtbaar hebben gemaakt. Ja. Ik reed met mijn auto door Rotterdam. Ik pak dan nog de auto, maar daar waren dus inderdaad reclameposters van die stadsgids. Ja, is echt heel, ik vind dat echt te gek. Dat is een beetje dat like a local. Dus dat je echt inderdaad die pareltjes vindt. Maar dat kan dus als Facebook dat kan. Kan elke de media dat natuurlijk ook. Ja, zeker. Zeker. Ja, en een derde is, dat is eigenlijk ook een beetje wat jij net zei, is kijk verder dan je eigen netwerk. En ook als je dus op zoek bent naar meer diverse experts. Ja, dan kun je dus ook bestaande communities die zich daarop richten, dat je daarna gaat kijken. Dus de community die ik natuurlijk met Stefan Alsbeer en Arno Peperkorn run is Include Now. Die is speciaal opgericht voor mensen uit de reclame, marketing, media. Die iets met diversiteit, inclusiviteit en representatie willen. Mm-hmm. Ja, dat is een enorm netwerk. Dus wij staan er ook wel voor dat we daar ons hart voor maken. Dus als er dan een oproep komt van ik zoek zo en zo een expert, weet je iemand... Ja, er zijn al hele mooie connecties tot stand gekomen. Vacatures die ingevuld zijn. En daar vind je ook veel artikelen en cases terug. Dus dat is denk ik wel een heel mooie. Ja, voor mij een absolute eye-opener. Nice. Sinds ik hier ben. Ja. Ja, nou, een ander is vaker in de mediagroep. Is van Janneke die zich inzet om veel verschillende experts in de media te krijgen. Ja, in die groep worden ook tips en tricks gedeeld. Maar zij gaat ook elke week met een andere redacteur of journalist live... om juist ook die verbindingen met anderen te stimuleren. Dus ik denk dat het ook een hele mooie groep is om je bij aan te sluiten. Nou, dan heb je nog Roept U Maar, die is wat bekender, die is ook groter. Er zitten 26.000 mensen in. Waar enerzijds redacteuren en journalisten in zitten... en anderzijds experts... Ook om een soort makelaarsfunctie om die verbindingen te leggen. En deze vind ik ook zelf wel mooi. Die is wat nieuwer, is meer kleur in de media. En die is ook opgezet om juist experts van kleur te laten zien. Om ook een wat diverser beeld in de media te zien. Een representatiever beeld, zodat mensen zich ook aangesproken voelen. Dat is echt goud, man. Ja, dat is echt wel te gek. Nou ja, en dan had ik al een beetje beloofd, de nieuwe tools. Als je denkt, ik wil eigenlijk wel echt weten wat dan nieuw is in die groepen. Er zijn veel meer tools, maar ik heb even de relevantste voor de media uitgelicht. Ik denk dat deze, waar ik het net al over had, wel heel tof is. Ook om voor redacteur en journalisten te gebruiken. Dus links is je gewone profiel, je persoonlijke profiel. En als je dan in groep zit, bijvoorbeeld... deze dame die zit in een gaminggroep. Nou, stel je voor, je bent een journalist en je schrijft of maakt items over gaming. Nou, dan kan je in een gaming community ook laten zien wat je avatar is. Dit is briljant. Ja, dit is gewoon echt het antwoord ook op de katten en de babyfoto's. Ja. Dus in groepen wil ik graag heel erg professioneel operationeel zijn. Ja. En de rest van mijn foto, mijn Facebook profiel, dat mag inderdaad. De ene is echt privé. Maar ook je kan je ook voorstellen dat je drie thema's hebt waar je op richt. Dus online gaming, maar dat je ook voor een motor magazine schrijft. Geen beperking aan. Je kan dus voor elke groep iets... Het wordt langzaam uitgerold. Yeah. Hè? Dus het is niet allemaal... Dit is echt net bekendgemaakt. Oké, jongens, dan moeten we nog 1,5 jaar wachten voordat het in deze Nederland is. Deze, het is wel... Ik heb het even gecheckt ook. Yeah. De planning is... De roadmap is dat het wel dit jaar uitgerold wordt. En deze heb ik ook al gezien. Dus dat werkt ook... Nice. Echt, en ik denk dat het ook leuk is. Want de ene groep ben je inderdaad die mini-liefhebber. En dan wil je... Weet je, leuke foto daarmee. Ja. En de andere groep zit je in de gaming. En weer een andere groep de leuke kattenfilmpjes. Ik zeg maar even iets.
Maar ook gewoon als professional is het natuurlijk heel erg fijn dat je je verschillende kanten kan laten zien. En dat je dus ook kan zeggen... Maar ook dat je op die manier dan herkenbaar kan maken als redacteur van een KRO bijvoorbeeld. Ja, dus dat is denk ik wel een hele toffe. Deze heb ik ook al werkend gezien, dus die doet het ook al. Dat is de Brand Collapse Manager. Mm-hmm. Dus ja, sommige groepen zijn best wel groot. En je kunt daar nu niet in adverteren, zeg maar. Dat is niet in groepen. Mm-hmm. Maar je kunt er wel samenwerkingen aangaan. Dus je kan ook kijken, als we het dan hebben over een motormagazine, ik zeg maar even iets... Je ziet een groep met allemaal motorliefhebbers en je wil daar iets leuks mee doen, dan kun je dus nu ook via die Brand Collapse Manager gewoon heel goed kijken, hey, waar zit de doelgroep die ik ook bedien met mijn media en hoe kunnen we iets samen doen. Dus ik denk dat dat ook wel een hele toffe is. Een beetje de editorials, zeg maar. Ja. Ik heb heel lang in de media gewerkt bij tv-programma's en dan deed ik de community ernaast. Ja. Dus wat je op tv hebt, zeg maar, als editorials of redactionele content, dat kan natuurlijk ook op Facebook groepen nu. Dus ik denk dat dat wel een hele toffe is. En deze vond ik ook leuk om uit te lichten met de wat meer bekende koppen. Als je zegt, we zagen net Humberto Tan lopen. Dat je zegt, kom een keertje in onze Facebookgroep en dan kan je alles zo wat je altijd al had willen weten vragen in dit soort nieuwe features. Dus ik denk dat dat ook Everything wel... Everything you always wanted to ask, but were afraid to ask. Ja, dat is ook wel tof met de swipe. Dus dat vond ik ook wel een hele leuke feature om mee af te sluiten. Dus ik denk, wat is jouw inschatting dat hoe snel gaat die uitrol gemiddeld? Dat is natuurlijk niks concreets over te zeggen. Nee. Maar kunnen we dit als community managers binnen een maand of binnen 2, 3, 4? Ja, het is nu oktober en voor het eind van het jaar zijn eigenlijk de features wel... in ieder geval is de planning dat de features uitgerold worden. 2 van deze 3 heb ik al gezien. Die Q&A heb ik nog niet gezien, maar misschien is het ondertussen al uitgerold. Maar de planning is wel dat wel echt in dit jaar is. Nou, maar goed, ik ben niet de developer die bij Facebook werkt. Nee. Maar ik denk dat dit wel een hele goed signaal is voor de media en specifiek de omroepen in Hilversum. Hey, je hebt nu nog 2, 3 maanden om je strategie aan te passen en volledig je in 2021 op groepen te gaan richten. Omdat daarmee dus de rest van je werk een stuk eenvoudiger wordt en we daar een veel diverser beeld van krijgen binnen de traditionele media. Ja. Want we hebben zowel de social media als de traditionele media hebben elkaar gewoon keihard nodig. Het werkt vice versa. Maartje, dank je wel dat je hier je verhaal wilde vertellen. Er is nog veel en veel meer te weten te komen. Ik plug zelden tot nooit boeken, maar het boek van Maartje en We Love Communities, absoluut een aanrader. Dank je wel. Ik wil bij deze ook heel graag gemeente Den Haag bedanken voor om ons de gelegenheid te geven om dit vanuit Hilversum deze kennis te delen. En dit is alweer de ene laatste social hour. Dus morgen zit hier Sander Duivenstein, trendanalist en trendwatcher voor onder andere Sogetti. En die gaat ons alles vertellen over synthetische media. Dus als je al dacht dat je als traditionele media nog niet helemaal bij bent, synthetische media is echt the next big thing. Dan gaan de media namelijk zelf media maken. Dan zijn we mensen niet meer nodig. Dus super spannend. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Thanks, Maarten. Superleuk. Dankjewel.